Ga maar testen. Dames en heren, welkom bij deze nieuwe video. Deze nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Gewoon lekker random dat we dit spel gewoon niet mogen vergeten. Dit nostalgische spel. En we gaan vandaag een zwemparadijs maken. Ik heb er gewoon heel erg zin in. Een heel spontaan ideetje ook om dit gewoon lekker te bouwen. En we hebben hier al de ingang van ons zwembadresort. En ik hoopte eigenlijk dat deze inspecteur gewoon even een soort van test ging doen. Zichzelf gaat omkleden en dan vervolgens even... Een beetje gaat zonnebaden of lekker zwemmen. Maar er is nog weinig te doen. Daar gaan we snel verandering in brengen. Want we gaan lekker bouwen vandaag. Nou, wat ik al zei. Het wordt een zwemparadijs. En we kunnen dat helemaal zelf bepalen hoe we dat willen. Ik wil om te beginnen gewoon lekker een groot standaard bad. En dat bad, dat doen we dan hier. Ik weet niet wat er net misging. Maar ik kan er altijd nog overheen bouwen zoals je ziet. Zo. Dan maak ik hem toch nog net iets breder. Zo, kijk eens even. Dit is een mooi langwerpig bad. En over baden gesproken. Binnenkort ga ik naar het Tiki Bad. Want er is namelijk een nieuw buitenverblijf. En daar hebben ze ook weer nieuwe glijbanen. Niet volgens mij hele spectaculaire glijbanen. Maar wel hele leuke. Echt zo'n familieracer. Daar hou ik wel van. Daar kan je best wel snel op scheuren. Dit gaan we ook eventjes... Dit lijkt net op Mickey Mouse met die oortjes. Gewoon even zo'n uitsteeksel. Even kijken, klopt dat allemaal? Ja, dat klopt allemaal wel. Kijk, en dan kunnen we dit ook een beetje ronder maken. Want zo'n zwembad ziet er beter uit als we dat gewoon een beetje rond maken. Leuk dat die functie er ook bij zit. Kijk, dan kan je precies eventjes zo'n mooi rond bad ervan maken. We kunnen het ook op... zo'n beetje rond maken zo. Of in ieder geval dat er twee van die stukjes komen. Dan kunnen we die ook een beetje rond maken zo. En dan kunnen we dat hier ook aan het zijkantje doen. Nou, hier kunnen we weinig aan doen, maar je kan wel klikken en dan doet hij eigenlijk niet echt iets of zo. Maar ja, het ziet er wel leuk uit als het gewoon een beetje met ronde vorm is. En we kunnen hem ook volgens mij kleiner maken of groter. Even kijken als we deze doen wat er dan gebeurt. Oh, dan wordt hij schuin. Dat kan ook nog. Nou ja, ik doe hem voor nu eventjes gewoon rond. Dus dan pakken we deze zo en die daar. Nou, hartstikke fijn. We kunnen heel veel dingen gaan bouwen. Oh ja, de inspecteur is... Kijk dan, kijk, dit moet je zien. Dit moet je serieus zien. Kijk, hij heeft zijn badpak aangetrokken. En zijn grote duikbril heeft hij om. En dan ook zo'n ankertje heeft hij dan op zijn badpakkie. Ik vind dat zo dreug. Het is zo... Kijk, daar gaat hij. Hoppakee. Lekker plonzen, want zijn inspecteur moet natuurlijk alles inspecteren. Logisch ook. Maar ik weet niet of hij eruit komt. Dus we moeten eerst eens eventjes wat spulletjes gaan neerzetten. Oh, het is ook lekker, zo'n bad. Oh, heerlijk. En natuurlijk ook iemand die even op de uitkijk gaat. Die, precies in het midden, dat is denk ik wel mooi. Zo'n badmeester, hè? Zo, die staat daar klaar. En we kunnen ook wat lampjes aan de zijkant toevoegen. Zo. Dus als het donker wordt, dan ziet het er ook gewoon hartstikke leuk uit. Een duikplankie. Ik weet niet of we dat hier kunnen plaatsen. Ja, het kan wel, maar ik weet niet of dat mooi staat. Het zou kunnen. Kunnen we deze ook omhoog gooien? Nee, we doen even één zo'n duikplankje. Zo, met een klein trappetje ook. En ook natuurlijk van die strandstoeltjes. Ik moet even het park opengooien, want anders komen er geen mensen naar mijn zwembad. En dat zou ik zonde vinden, want ja, dat hoort er natuurlijk wel bij. Mensen horen natuurlijk wel lekker te relaxen en lekker te gaan zwemmen. Dat maakt het ook veel leuker met bezoekers. Dus even kijken, dat is jammer aan Planet Coaster. Daar heb je nog niet echt zoiets dat je kan bouwen. Dus ja, weet je wat het dan het punt is? Dat je dan zeg maar een zwembad bouwt zonder bezoekers. En dat is gewoon een beetje ongezellig. Voordat ik zeg maar verder ga bouwen aan het zwembad, wil ik toch nog eventjes wat dingetjes kwijt. En dat zijn een paar winkeltjes. Mochten mensen gaan zeuren van joh, ik heb toch wel trek in een Dino Burger. Of ik zit toch liever aan de frisdrank. Dan kunnen ze dat gewoon lekker gaan halen en dan kunnen ze daar niet om gaan zeuren. Hetzelfde gaat natuurlijk voor een hele simpele wc. Die stond volgens mij hier. EHBO ruimte is ook heel verstandig natuurlijk om dat even toe te voegen. Mochten mensen wat problemen krijgen of vallen in het bad. Dan natuurlijk ook even de toiletjes. Mensen moeten ook een pipi machen. En helaas kunnen ze niet vanuit het zwembad een pipi machen. Want dat zit dus afgesloten. Maar ze kunnen wel... Oh, hij probeert wel te plassen. Zie je dat? Hij gaat gelijk naar de wc. En het draait natuurlijk niet alleen maar om zwembaden en duikplankjes. Maar we kunnen ook natuurlijk gewoon glijbanen toevoegen. Dus dat gaan we nu ook gewoon vandaag lekker bouwen. Ik heb er zo'n zin in. Ik vind het gewoon leuk om gewoon lekker zo spontaan een aflevering te maken. Ik vind dat heerlijk. Ik hou daarvan. Nou, dan gaan we eerst eens even het pad een beetje groter maken. Dan maken we hier even een wat groter bad. En dat bad mag best wel een beetje doorlopen naar achter. Dus even kijken. Zoiets als dit. Kijk, dit is een lekker groot bad. Misschien een beetje te breed. Misschien een beetje overdreven ook. Maar als we die een beetje kleiner maken, dan komt sowieso aan de buitenkant even zo'n laagje aan vast. Nou, dan koppelen we dat ook even hier aan vast zo. En dan kunnen we dit een beetje
Ja, schuim maken, zo, dat vind ik eigenlijk nog wel beter. Even kijken hoor. Nou, ik denk als het ronder is dat het wat beter afgewerkt is, maar dit kan in principe wel. En in het midden wil ik dan eigenlijk een plateautje. En ik weet niet of dat heel erg is, maar mensen moeten ook gewoon lekker op een plateautje kunnen, ja, relaxen, chillen. Kijken, is dit ongeveer het midden als ik nou zoiets doe? Is dat leuk? Dat is ongeveer wel, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. En dan 1, 2, 3, 4, oh, oké, dat is dus een klein probleempje. Ik moet het even verbreden. Zo, en dan gaan we deze met het schuine ook een beetje verbreden op deze manier. Kijk, nu klopt het wel. En dan kunnen in de midden kunnen we misschien nog eventjes gewoon zo'n relax bad neerzetten. Twee stuks. En doe weer ook nog even een badmeester in de midden. En die moet sowieso nat gaan worden. Want ja, of wacht even. Nee, dat hoeft niet. Trouwens, dat hoeft niet. Als ik hier gewoon even een brug naartoe maak. Ik weet niet of dat mogelijk is. Dan moet ik even één stukje weghalen. Zo. Oh, wacht, dit gaat even heel moeilijk. Zo, dit gaat er overheen. Dan kan het wel, maar dan kan ik het volgens mij niet daaraan grenzen. Dus dat is jammer. Och, dan moet het weer op deze lelijke manier. Het kan even niet anders, maar dan kunnen mensen wel via een bruggetje daar naartoe komen. Het ziet er echt niet mooi uit, maar goed, het is even niet anders. En misschien kan ik dan ook wel eventjes hetzelfde doen daar. Of laten we dit gewoon een eilandje. Dit is wel leuk als dit een eilandje is, hè? Nou, dan kunnen we ook nog eventjes een. Ik wil zo'n trappetje. Dat ben ik vergeten net ook al bij dat andere bad. Moet even een. Wow! Holy moly. Het is gelijk al super druk hier. En dat is positief. Want volgens mij is het echt gratis toegang. Dus ja, als het gratis is, dan weet je het wel. Dan gaat iedereen natuurlijk lekker ervan profiteren. En dan gaan ze allemaal zwemmen, uiteraard. Zo, even nog wat van die. Van die trappetjes natuurlijk. Voor mij, ze kunnen er wel uit. Het is niet zoals de Sims dat ze echt in een zwembad gevangen zitten. Ze kunnen er altijd uit klimmen. Dus mocht je niet van die trappetjes neerzetten, dan kunnen ze alsnog gewoon lekker uit het zwembad ontsnappen. Om het zo maar even te zeggen. Oh, ik verwijder een stukje. Dat was niet de bedoeling. Dan zullen we dat even fixen. Zo. En dan pakken we gewoon even opnieuw dat trappetje. En dan zetten we die gewoon er even aan de zijkant. Kijk eens even. Dit is hartstikke mooi. Nou, dan hebben we twee van die zwembaden. Hartstikke mooi. Het wordt ook heel erg druk. Dus misschien is het tijd om nu eventjes wat meer van die activiteiten erbij te maken. Zoals een stroomversnelling of een glijbanen, resort, achtbaan ding, geval. Dan gaan we hier naar de glijbanen. We hebben verschillende glijbanen. Onder mijn facecam zie je het eigenlijk. De Aqua Blaster Slides. We hebben de Body Slide. Dat is gewoon een simpele, zonder mat glijbaan. We hebben ook een H20 Slide Bowl. Dus dat is eigenlijk gewoon een grote koker eigenlijk. We hebben hier een opblaasbaar schip. Een halve Titanic. De ring, raft, slide en een rustige rivier. Laten we beginnen met een simpele glijbaan. Gewoon even hartstikke leuk. Als die dadelijk ook terechtkomt in een zwembadje. Nou, even de hoogte van dit. Hartstikke mooi. En we gaan het ook niet echt verder bewerken of zo. Het is gewoon heel simpel. Dit is een glijbaan en daarmee basta. Waterloopstuk eind. Dat doen we eigenlijk nog niet aan het begin. We gaan eerst even de glijbaan maken. Zo, je gaat naar beneden. Kunnen dan een flauwe bocht maken, dat zou mooi zijn. Ja, daar komt hij. Een kleintje wil ik eigenlijk. Zo, een kleine spiraal naar beneden. Is het serieus te klein? Ik wou het zeggen, dat kan natuurlijk niet. Zo, dan gaan we rechtdoor. En dan een S-bochtje. Dit zijn wel hele grote glijbanen, zeg. Ik wil altijd die mooie bochtjes maken natuurlijk, anders heb je er nog niks aan. Bochtjes horen erbij. Eerst deze, dan die. Kleine spiraal naar beneden. Zo. Nou, dit wordt wel iets, hè? Dit is wel leuk. Zo, en dan hier een eindstukje. Dat is jammer. Als ik hem schuin doe, kan ik niet een waterloopeindstuk neerzetten. Dus dat betekent van, joh, dit is hem gewoon. Ik weet niet, we kunnen het proberen. Als ik niet een waterloopeindstuk plaats, kan ik dan alsnog gewoon de glijbaan laten sluiten. Want dan vind ik dit gewoon een hartstikke leuke layout. Kijk, de kleur is natuurlijk gewoon waardeloos. Maar dat kunnen we altijd nog later even veranderen. Het gaat nu eventjes voor gewoon een leuke glijbaan. Dus dan zou ik hieronder. Kijk, dit kan alweer niet. Dus ik ben dan erg benieuwd. Hoe zit dat dan precies? Daar ben ik al. Ja, dat vind ik wel even spannend. Maar moet hij dan recht? Dan moet hij denk ik recht. Anders gaat het niet. Anders gaan de mensen dadelijk gewoon. Oké, hij belandt wel in het water, zoals je ziet. Maar ik vind het wel een beetje risky. Kijk, hij komt precies tegen dat zijkantje aan. Nee, dat is denk ik niet de bedoeling. Dus even kijken hoe we dit gaan oplossen. Even aanpassen van de bouw. Nou, dan ga ik hem toch maar eventjes recht maken. Het kan. Ja, het kan gewoon niet anders. Zo, dan gaat hij dus recht. Dus dan moet ik dit zo maken. Waterloop eindstuk. Ja, het wordt een beetje krap hier zo. Het wordt echt een beetje spannend en krap. Want ik weet niet, als hij dit haalt,
kan die dan wel eroverheen? Nee, dat gaat niet. Ik kan dat niet plaatsen. Dit is ontzettend spannend. Dat begrijp je natuurlijk wel. Want ik heb weer te weinig... Ja. Nou, weet je wat? We doen gewoon dit. Zo. Rechtstukje. Dan de andere kant. Nee, wacht even, wacht even. We doen nu weer schuin zo. Zo. En dan nu een kleine spiraal. En dan zou die... Kijk, deze gaat naar beneden. Kijk, dan is die al een stuk lager. Als ik nu recht doe, zo. En een waterloop-eindstuk. Dan is dat in principe al veel beter dan eerst. Ik bedoel, ja. Nou ja, hij is niet heel slecht of zo. Het is niet de mooiste layout die ik ooit heb gemaakt. Maar hij, je bent wel gegarandeerd dat je in het water terechtkomt. En dat is wel belangrijk, denk ik. Ik kan dit trouwens ook nog doen extra. Dan komt het helemaal goed. Zo. Oké, dit is dan de eerste glijbaan. Dit wordt eigenlijk een beetje het bad voor de glijbanen, denk ik. Dat is wel leuk. Ja, dat is mooi, hè. Zo. Hoe gaan we dit precies doen? Kijk, er is al iemand aan het testen. We moeten natuurlijk ook een ingang maken dat de mensen daar gewoon heen kunnen lopen. Dus, even kijken hoe we dat... Oh, het is zo lang geleden voor mij dat ik dit heb gedaan. Dat is echt grappig, maar je moet zo'n... Ja, je moet dit plaatsen zo. Kijk, en dan maak je een bocht. Die gaat er naar beneden. En dit is in principe het idee wat je moet doen. Ik geloof dat je ook... zo'n verhoging kan maken daar naartoe. Dus stel je voor dat je zoiets maakt. Volgens mij kan dat wel. En even proberen hoor. Je kunt het altijd proberen. Kijk, hij doet hem wel eraan toevoegen. Zoals je ziet. Dus als ik hem hier nou toe... Waarom? Hij pakt hem niet. Waarom pakt hij hem nou niet? Ik zag net wel wat blauws. Dit gaat ook niet. Dit is ook niet iets. En dit kan ook helemaal niet. Oh, hij moet op een stuk pad geplaatst worden. Uiteraard, dat was ik vergeten. Heel stom van me. Nou, nu weten we zeker dat ik het niet meer ga vergeten. Dus nu kan ik eventjes kijken naar de paden toe. Kan ik deze toevoegen en dan ben je in één keer klaar. Kijk, dit is natuurlijk gewoon ideaal. Mensen lopen naar boven via de trap en kunnen gelijk naar de glijbaan. Nou, we kunnen hem openen. En ik zou zeggen, ga ervan genieten in deze allereerste glijbaan. Mooi, mooi, mooi. Ik moet ook sowieso even een monteur aannemen, want ik weet zeker dat de mensen ook, ja, dat er gewoon attracties kapot gaan. En vooral natuurlijk ook glijbanen, die kunnen ook gewoon kapot gaan. Dus we kunnen even iemand aannemen. Zo, we hebben een meneer de schoonmaker, we hebben een monteur, we hebben een bewaker, we doen er twee. We hebben een entertainer, doen we er ook twee van. En eventueel nog even een extra monteur, want dan kunnen we daar nog wat meer glijbanen bouwen. Ik zal gelijk even die vieze kleur aanpassen, want het is een beetje een ja, rode ondersteuning. En dan in één keer dan hebben wij, ja, doen we gewoon lekker zwart of zo. En dan een leuke rode glijbaan. We beginnen met een hele knalrode glijbaan met ook wel wit. Ik weet niet, dat wit is voor het station. Misschien moeten we die ondersteuning dan ook gewoon wit maken, juist. Nou, mensen gaan er al vanaf glijden. We gaan even een onrijp maken, dat kan ook gewoon. Even terug, kan dat nog? Ja, daar gaat hij. Hoppakee. Lekker schuin bochtje, heerlijk jongens. Ik vind het sowieso vet dat je gewoon een onrijd kan maken van die waterglijbanen. En nog steeds even mijn duimen volop ja, gecrossed, zeg maar. Of mijn vingers gecrossed eigenlijk, duimen kan ook. Maar ik denk dat we het eerder met de vingers doen. Dat Planet Coaster ooit nog zo'n update krijgt. Dat hoop ik gewoon ontzettend hard. Wat gebeurt er? Mijn Planet Coaster wordt geminimaliseerd. En daar is die weer, gelukkig. Nou is mijn X-Split weer weg. Mijn X-Split is mijn opnameprogramma. En die wil ik eigenlijk wel graag in beeld zien om te kijken hoe lang ik opneem. Waar is die? Daar is die. Gelukkig, we zijn er weer. Sorry, excuus voor het ongemak. Maar dit was de glijbaan. Ik vond hem leuk. We moeten sowieso even meer gaan bouwen. Meer glijbaan is sowieso meer fun. Meer fun is ook gewoon leuk. We hebben ook een aquablaster. Dat is ook wel tof. Laat nog één glijbaantje maken. En die komt dan net daarnaast te liggen. Ik weet niet waarom die op pauze staat, maar laat hem gewoon eventjes afspelen zo. En die maken we dan precies daarachter. Zo. En dan wordt gelijk een wat heftigere glijbaan. Althans, dat probeer ik nu wel te maken. En dat gaat me ook wel lukken. Zo, deze gaat dan met een bochtje. En nu snap ik dat het een grote bocht wordt. Zo, die gaat in een spiraal. Oh, dat wordt weer allemaal een beetje proppen. Dat zie je wel gelijk weer. Maar gaat deze passen? Nou... Dit is even spannend. Dit gaat helemaal passen. Fantastisch, wauw. Dat vind ik altijd het mooie aan glijbanen. Als ze lekker een beetje ja, door elkaar heen lopen. Maar ook gewoon lekker met spiraal vormen en zo. Dat is fantastisch. Zo. Dan gaan we hier eens even lekker rechtdoor. Dan gaat hij zo met een spiraal naar beneden. Een kleine. En dan gaan we hier richting het einde. Dus dan pakken we een rechtstukje. Een waterstuk aan het eind. Zo. En klaar is Kees. De mensen lopen ook gewoon door de glijbaan heen.
Dat kan, dat is mogelijk. We gaan hem even testen. Doen we gelijk met een point of view onrijtje. Om te kijken hoe voelt dat nou van deze wat, ja, tussen haakjes, extremere glijbaan. Het is natuurlijk ten opzichte van die andere wel een stukje sneller door die eerste afdaling. Hoppakee. Lekker door die bocht. Dit gaat goed, het water spat allemaal naar de zijkanten. Fantastisch jongens, dit is leuk. Nou, flinke snelheid. Hij gaat steeds sneller joh. Kijk nou, hoppakee. Wow. Ja, dit is hartstikke mooi en plons. Kijk eens even, al die mensen zwemmen daar. Geweldig. Het is behoorlijk druk in het zwembad. Ik weet niet, er zitten al 362 man en die zijn eigenlijk of, ja, niet zeg maar naar het zwembad te gaan, of die gaan dus niet, die gaan gewoon lekker zwemmen. Nou, dan gaan we even een ingangetje maken voor deze nieuwe glijbaan. Dan ga ik dat dus hier achter even doen. Zo, en dan natuurlijk een verhoging, zodat de mensen makkelijk hier kunnen instappen bij deze nieuwe glijbaan. En die gaan we natuurlijk ook een ander kleurtje geven. Uiteraard is het leuk dat we dan twee dezelfde kleuren hebben, maar vaak is een glijbaan toch wel herkenbaar aan bepaalde kleuren. Dus misschien wel een lekkere gele glijbaan. Mag ook met witte ondersteuning. Nou, dit vind ik alweer heel gaaf eruit zien. Ik bedoel, glijbanen maken is toch heel tof in Rollercoaster Tycoon 3. En ik moet zeggen, het is niet slecht hoe het zo compact bij elkaar zit. Nou, kan ik nog eentje erbij maken? Wordt wel een beetje krap. Ik had wel echt mazzel dat die gele er lekker doorheen kon banjeren. Misschien kunnen wij gewoon even een andere waterattractie bouwen. We hebben nu twee glijbanen. Het wordt tijd voor weer iets nieuws. Misschien de Aqua Blaster. Dat lijkt me best wel een hele toffe attractie. Nou, weet ik niet of je nou hoog moet beginnen. Volgens mij mag je ook wel een beetje op dit niveautje beginnen. Ik heb deze nog niet vaak gebouwd, dus excuus als dat niet helemaal lekker loopt. Nou, we gaan eerst eens even lekker naar beneden. Dat mag wel. Zo, snel naar beneden. Dat is leuk. En wat hebben we dan allemaal? We hebben spiralen, we hebben een eindstuk richting de kettinglift, een spiraal omhoog. We hebben een waterloop eindstuk. Dus die boot kan in principe dan denk ik in het water, maar hoe komt die dan weer terug als bootje in dat ding dan weer? Kan je dan serieus vanaf het water weer een optakeling doen? Dat die bootjes automatisch naar die optakeling gaan? Ik zou het niet weten. Nou, ik ga het nog niet uitproberen. Ik wil wel weten, kan ik hem omhoog laten gaan met een soort van een lancering? Volgens mij ook niet. Dus ik moet het even testen hoe dit ongeveer in zijn werking gaat. Wow, kijk eens even. Die boot scheurt gewoon. Grote eindstuk naar de lifthill. Ja, we kunnen volgens mij niet echt iets doen dat hij een soort van... Ja, nu gaat hij wel naar beneden geloof ik. Ja, dat is leuk. Hij verliest ook wel wat snelheid. Zo. Maar dit is natuurlijk fantastisch dit. Dit is echt gewoon een hele leuke mini attractie. Ik hou hier wel van. Ik weet niet of hij dit gaat halen. Ik denk het eigenlijk niet. Een kleine spiraal naar boven, dat haalt hij dus ook al niet. Want hij komt niet echt verder. Dus ik denk dat ik dit gewoon een soort van lager moet houden. En dan een grote spiraal naar beneden, denk ik. Even kijken, kunnen we ook naar beneden? Een korte S-bocht. Oh, dat is ook gaaf dit. Dan moet hij eigenlijk veel hoger natuurlijk aan het begin. Maar dat is wel heel erg tof. Een grote spiraal klein links. Rechts kunnen we ook. Waterloop eindstuk. Ik denk dat ik hem beter... Ja, omlaag rechts. Dit kunnen we ook gewoon doen. Maar dan ben ik benieuwd hoe kom ik bij het einde. Want het is wel leuk dat hij helemaal daar naartoe gaat. Maar hij moet natuurlijk ook wel naar de optakeling. Ik ga wel wat proberen. Hij kan nog een stukje naar beneden. Zo. Dan een leuk bochtje. Haalt hij wel. En dan denk ik dat hij wel weer een soort van naar de lifthill mag gaan. Lifthill eindstuk weer even naar boven. Zo. Maar dit kan ik niet plaatsen. Je kunt hier geen baanstuk plaatsen. Volgens mij is dit wel de bedoeling dat je richting het water gaat. Wacht, ik ga het nu gewoon proberen. Waarom proberen we het gewoon niet? Dit kan gewoon nu, hier zo. Dan ga ik eventjes wat water maken. Een extra, ja, plasje water of een zwembadje voor dit. Gewoon, helemaal speciaal voor dit. Zo, dan doen we hier rechts op klikken. Dan verwijderen we hem, dat is ook niet de bedoeling. Even aanklikken. Dan het schroevendraadje, het bouwicoontje. Zo. Dan gaan we naar beneden. En dan het eindstuk. Ik denk dat ik hem beter zo kan maken. Zo, en dan grote eindstuk. Dat gaat dus niet. Even kijken, ik weet niet hoe dit precies werkt, joh. Ik denk dat ik hem vanaf de andere kant, dat ik hem daar moet bouwen. Dus stel je voor, dit is de lifthill, grote eindstuk, dit werkt niet. Ik vind het zo jammer, ik snap niet hoe dit nou precies in zijn werking gaat. Maar dan is het gewoon van, joh,
Je hebt hier een kettinglift. Je gaat naar boven. Ongeveer het niveau aanhouden van... Ja, hier zo. En dan gewoon klaar. Dat is het gewoon. Dus zo, hier een bochtje. Zo, dan sluiten we aan met dit. Nog even eentje naar rechts. Zo, en waarom sluit het niet aan? Oh, wacht eens even. Dat ging helemaal verkeerd. Zo. En kan die dan... Oeh, dit is jammer. Dit zijn altijd van die risicootjes. Het is van de je hoopt het te halen, maar dan doet hij het net niet. En als het goed is, sluit hij nu wel aan. Dan hoop ik wel dat hij genoeg vaart krijgt hier om naar het station te gaan. Dat hoop ik wel. Laten we even een test doen en dan komen we er snel genoeg achter. Ik klik even op deze bootjes. We doen hem even testen. We gaan een onrijd maken. En let's go. Zo. Nou, dit gaat goed. Lekker bochtje. Misschien had ik er wat schuiner moeten maken. Dit is leuk. Dit is geweldig. En dan gelijk de kettinglift. Alleen, wat gaat er dadelijk gebeuren? Gaan we dat allemaal halen? Want volgens mij is er wel een soort stroomversnelling, want dat water. Dus dat zou mij moeten meenemen met een bepaalde snelheid. En dat klopt ook. Nou, fijn. Heel fijn. Het is nou niet een hele spectaculaire attractie. Dat moet ik je eerlijk toegeven. Ik bedoel, als ik dit zie, dan denk ik zoiets van... Nou, moet ik hier nou in? Moet ik hier nou geld aan spenderen of zo? Dat is dus niet de bedoeling. Dus... Ja, hoppakee. Dan, we kijken wel. Ik zal sowieso eventjes de ingang koppelen. Zo. En ik hoop dat dat ook weer gaat met hetzelfde wat we met die glijbanen deden. En ja hoor, het kan gewoon heerlijk. Dan hoop ik ook als ik hem opengooi, dat kan, gelukkig kan hij open, dat ik ook 3 wagentjes, dat is het maximale. Nou, dat is perfect. Dan houden we dat gewoon even aan en hopelijk gaan de mensen daar dan gewoon lekker van afglijden. We hebben nog echt, als afsluiter moet ik gewoon even deze attractie maken. En het is best wel eventjes... Heel erg simpel, maar een rustige rivier is natuurlijk wel een attractie die niet mag ontbreken. Sowieso mag dat niet ontbreken. Een rustige rivier is gewoon heerlijk. Gewoon lekker een beetje een dobber effect. Ken je dat? Gewoon een lekker dobber effect. Gewoon heerlijk relaxed zitten. Nou snap ik niet waarom die S-bog zo verschrikkelijk groot moet zijn. Moet je kijken, want het is echt bizar. Een recht stukje, wat is dit dan? Een bedekte rechte baan? Kan ik dat niet plaatsen, een bedekte rechte baan? Bedekte S-bocht? Oh, dan is dat hele plateau is dan gevuld. Dat vind ik ook wel erg leuk. Wacht eens even. Als we dat nou eens hier bij die bocht doen, dan is dat veel mooier. Kijk, dan bedekt hij, als het ware... Ja, dit is fantastisch. Dit is hartstikke mooi. Kijk, dan sluit dit wel jammer van dat kleine streepje hier. Maar dan kunnen we hier wel allemaal dingetjes plaatsen en mensen kunnen daar lopen. Dat vind ik net weer wat mooier of zo. Zo, dan ga je hier naartoe. Het is ook weer niet een hele spectaculaire layout. Maar goed, hè, dat maakt dan even niet uit. We gaan hier met een bocht naar rechts. Zo, dan doen we een S-bocht. We kunnen daar ook nog lekker bouwen. Dan gaat hij hier naar een brede stuk. Zo, kunnen we dat ook nog breed maken. Dat gaat ook, ja, het ziet er wel heel apart uit op deze manier. Je kunt hier geen baanstuk plaatsen. Oh, kijk eens hoe groot. Waarom zo groot? Het is overdreven groot gewoon. Zo, kunnen we dit wel doen. Moet hij wel kleiner worden. Dit is echt heel slordig hoor. Het is niet echt de mooiste lazy river die ik ooit heb gemaakt. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, het is ook niet heel lelijk of zo, toch? We hebben lelijker gezien. Daar gaat het om. Sluiten we dat aan met elkaar. Je ziet hier al dat je kan opstappen. We kunnen hem opengooien. Ik weet niet waarom die niet open kan. Is er een probleem? Dat kan, hè? Dat hij het misschien niet doet. Maar ik kan hem niet opengooien. Wat is er met deze lazy river? Ik denk dat dit... Het probleem is, hier zie je een beginnend trappetje, maar hij sluit hem niet goed aan. Dus wat ik nu ga doen is... Oh, sorry mevrouw. Gelijk die mevrouw haar badkleding uit. Logisch ook, je wilt niet in één keer op straat gevonden worden met die badkleding aan. Maar kunnen we dit gewoon aan elkaar toevoegen? Dan gaan we even naar deze. Je hebt een prijs gewonnen. Nou, dat is fijn, dat ben ik heel erg blij mee. Dat is oprecht gewoon een hele mooie prijs. Maar hoe gaan we dit aan elkaar koppelen? Dat is even de hele goede vraag natuurlijk. Want ik denk zelf persoonlijk dat wij toch maar eventjes gewoon zo'n verhoging erop moeten doen. Deze dus. Kijk, dan sluit hij volgens mij wel een soort van aan. Of doet hij dat niet? Nee. Wat ik dan wil gaan doen... Zoiets. Dat lukt toch wel? Wacht even hoor. Ja, het is heel vreemd, maar... Ik denk wel dat dat moet gaan lukken, toch? Ik denk het. Ik hoop het. En anders... Kan ik nog misschien wel eventjes... even kijken hoe ik dit ga doen hoor. Ik moet gewoon een stukje hebben. Die moet ik niet selecteren. Wacht even. Deze. Zo. Naar voren. En dan rechts omhoog. Zo. Ik denk dat als... Oh, mensen lopen ook gewoon daar naar boven. Oké, prima.
dan hoop ik dat ze hierin gaan. Want ik kan hem nog. Nu kan ik hem opengooien. Kijk. Nou, als we hem even vooruitspoelen, weet ik bijna 100% zeker dat de mensen hier gewoon een trappetje oplopen. Of via die stijgers of dat ding. Kijk eens. Leuk, leuk, leuk. Kunnen we onderuit doen? Nee, dat gaat niet. Oh, dat is jammer. Misschien kan ik wel een mannetje volgen. Als ik gewoon een mannetje aanklik. Zo, en ik doe gewoon even een onderuit. Kan dat bij die meneer? Nee, dat kan niet. Helaas. Maar wel leuk, een lazy river mag niet ontbreken. Nou, we kunnen dit park natuurlijk een beetje leuk aankleden. Met wat boompjes, om gewoon eventjes een mooi einde eraan te maken. En dan wil ik eigenlijk gewoon een beetje van die palmboompjes. Dus denk aan de dwergpalmpjes. Dat is altijd een beetje tropisch natuurlijk. Hè? Dat maakt het ook gewoon hartstikke leuk tropisch. Zo, klikken gewoon een stuk of 20 keer klikken we dan met de muis eventjes op wat willekeurige plaatjes hier in de map. Nou, wat hebben we dan verder nog? Even koekeloeren. We hebben de grote kokospalm. Dat is ook een hele mooie plant. Ook leuk dat als je aan de buitenkant het hier plaatst, dan zal die ook aan de buitenkant van het scenario waar je eigenlijk niet kan bouwen, zal die dan ook weer van die boompjes toevoegen. Zo, wat hebben wij nog meer? Ik wil een beetje een hele grote boom. Maar ja, ik wil natuurlijk wel gewoon palmboom. Dat is wel het leukste. Cactussen vind ik weer een beetje te ver gaan. Nou ja, ik vind het wel goed zo, vind je niet? Ja, deze verwaterde palm, die kunnen we ook nog even toevoegen. Hartstikke mooi, heel erg tropisch. Kom dat zien, dames en heren, in het waterresort die ik eventjes in een klein half uurtje heb in elkaar gezet. En nou, hopelijk vond je dit wel een hele leuke video. Wil je nou meer van dit soort video's, dat ik gewoon weer even een tropisch zwemparadijs in elkaar ga zetten? Laat het weten in de comments. En wie weet gaan we dan volgende keer weer lekker verder. Of in ieder geval een nieuw parkje maken met weer nieuwe glijbaan en zo. Tot de volgende keer. Doedoeg! Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat linksbovenin en onderin kan je klikken naar een andere video. Doeg!